En hallo iedereen, welkom bij Haxball. Ik ben de gast, ja jullie natuurlijk met de enige echte sportieveling en natuurlijk lieveling van Biotown, Jordi. Jordi, mooi man! Oh. Ja, om veel te proberen, misschien dat mensen... Hey Jordi, mooi man. Hey Justin. Oh wauw, ik heb echt letterlijk 1 seconde geleden de tweet gedaan van wij spelen Haxball. Naar aanleiding van onze vorige aflevering waar iedereen meedoet, hè Jordi? Ja. En dat gaan we gewoon even doen. Dat doen we gewoon even. Het is totaal niet alsof wij deze aflevering achter elkaar opnemen. Totaal niet. Dit is gewoon echt totaal niet. Wij starten gewoon eventjes snel. En gewoon iedereen komt gewoon. Weet je, iedereen, gewoon dit spel is nu gewoon Nederlands. Zo erg is het gewoon. Kijk, iedereen joint natuurlijk Albert Verlinde. Zie je dat? Oh ja, kut. Ja, we gaan gewoon kijken welk team ons eerst vol zit en die heeft geluk. Oké. We zijn sportief hier al. We krijgen hier allemaal rare mensen binnen. Ja. No. Oh, 3-1. Voor pick and name, kom op. Even voor de kijkers die dit zien. Je moet dus een nickname invullen en daar staat pick and nickname. Ik heb pick and nickname ingevuld. En dan wint Albert Verlinde van mijn prachtige naam. Ja. Kom op. Er zitten zelfs meer mensen in mijn team dan in jouw team. Kom op, ik ben Bardo. Kom bij mij. Laat Albert met rust. Ja, hier, kijk, daar gaan ze. Ah, nee. Nee ook gewoon. Blijf bij mij. Ik ben dus David. Jordi, niet meer typen. Oh, oké. We gaan nu aftellen, 5, 4, en dan kan iedereen nu een team kiezen. Oké. 5, 4, 3, 2, 1. Kut, jij hebt het weer. Oké, we gaan beginnen. Let's go. Oké, go, go, go. Kut, leuk. Nu wordt het spannend, want nu weet ik ook even niet meer wie ik ben met al die nummertjes. Ja, het is net rugby. Jij bent nummer 1, ik ben nummer 1. Oh, nou, We zijn beide nummer 1. Dat vind ik niet kunnen, hoor. Ik wil geen plaats delen met jou. Gouden gozer team. Dit zijn de gouden goza's. Ja, oh ja! Ja, hoor! Oh, Frankrijk. Nee, kom op, Frankrijk. Je kan dit. Ik ga gewoon vol verdedigen. Deze hele eerste helft. Zie je mij? Ja, ik zie jou. Oh! Gooi verdediging, Bardo! Au! Ik gaf ook gewoon de assist aan jou. Nee, nope. Niemand van mijn team. Kijk, mijn team schiet hem niet eens. Maar je mist ook één iemand. Wat is dit voor team? Ja hoor, die koetsen, die schieten erin. Zie je, die koetsen kan spelen bij jou, die nummer 3. Gaan we Golza. Oh, die nummer 5 schiet ja, keer doorrammen hoor. Doet hij gewoon even. Wat een achterlijk team. Wauw, ligt het aan jou? Je moet je team even motiveren. Ben je die coach niet dan? Druk op die 2, die nummer 2, die doet niet eens iets. Ja, rugby. Oh, nummer 3 heeft nu uitgevonden hoe je moet schieten. Nee, mijn nummer 2! Mijn nummer 2 is weg! Nummer 2, jij was altijd mijn favoriet. Ja hoor, die kut. Die nummer 3 van jou, die koetsen, die is goed. Hier. Oh, toch niet. Hij loopt er zo langs heen. Hij loopt gewoon in jouw goal. Hij denkt dat hij zelf kan scoren. Oh god, nummer 4 is lol. Wat een kutnaam zeg. Kom op, kom op. We kunnen dit. Kom op, gouden goza's. We zijn we blauw. De blauwe goza's. De blauwe goza's, maar dat klinkt niet lekker. Kom op, schiet hem! Ja hoor! 3 doelpunten! Is toch ook een drama dit team van mij. Oh, daar gaan ze weer hoor. Hoppatee, zijkantje, pakt hij gewoon even lekker mee. Oh, jammer. Kom op! Dan zit je weer in fullscreen. Nee, maar mijn team, kijk mijn team dan! De helft van jouw team blijft staan, die kan ze gewoon wegduwen. De helft van mijn team, jij hebt 2 mensen, ik heb 1, dit is 2 tegen 1. Dit is echt... Ik heb er nu zelfs 3. 3 tegen 1 is het nu. Het is 3. Kijk mij in mijn eentje verdedigen. Laat me ook. Dit is niet leuk. Ik had nooit... Ja hoor. Ah. Ja, kijk dan. Mijn hele team. Ja, die nummer 3 gaat direct naar boven. Wacht, zou ik hem even warven? Als hij naar die andere kant kon, kon ik je misschien helpen. Oh, ja, wow, oh! Oh, kut. Dat zijn er veel. Echt een drama. Oh god. Oh, daar gaat er ook heen. Oh, het is nu weer 2 tegen 2. Oh jee, oh jee. Het is nu weer even een soort equalizer die we hebben. Alleen mijn nummer 2... Ja, mijn nummer 3 beweegt. Mijn nummer 3 beweegt. Op de paal. Kom op. Naar binnen, naar binnen. Werk hem naar binnen, ja, werk die witte bal naar binnen, kom op. Kom op, bij nummer 2, leer schieten. Schiet hem dan ook, nummer 2! Oh! Ik breek de poten van die dude. Ja. Nee! Oh! God, kut team! Voel de pijn. Hier komt hij. Hop. Oh, oh jee. Je gaat best wel lekker, Bardo, de laatste twee doelpunten. Ah, laat maar zitten. Nee! Dat was jezelf. Dat was je serieus zelf. Dat was jezelf. Dat kan niet anders. Dat was jij gewoon. Je zag die dude, die liep in het goal toen ik die bal erheen rolde. Oh, er is een bel gejoind. Infected Ninja, kan ik jou verbannen uit mijn team? Jij gaat echt kick. Waarom gaat iedereen naar mij toe? Waarom heb ik ook zo'n kut nickname? Wacht even, niet typen, Jordi. Volgens mij rechts onderaan bij options. Ik wil ook spelers. Pik een nickname is Bardo. Het wordt nu wel echt een drama. Kijk dan. Oké, ja, als het eerlijk verdeeld is, druk ik direct op start. Oké, laten we dat doen. Even eentje naar jou nu. Ja. Gewoon even op, of je kikt er eentje bij jou, drukt op start. Ja, wie zou kicken dan? Ja, weet ik veel. Die koetsen was er net toch ook niet zo. Oh, laat maar weer zitten. Oh, had je er net eentje gekikt of niet? Hè? Oh, hij is gewoon geswitcht van rood naar blauw. Ja. Ja, kik er bij mij eentje dan, start gewoon. Oh, ja. Kik die appie. Ja, start, start. Ja, oké. Het is eerlijk, het is eerlijk. Hop. Hotse flots. Mijn nummer 2 blijft staan. Het is oneerlijk. Oh, die weet je ook goed met de. Hey! Buitenspel! Jawel! Dat zag ik! Dit is mijn team, Jordi, eindelijk. Buitenspel, ik zag dat gewoon even in mijn ooghoeken. Geen grensrechters voor nodig. Buitenspel. Nee, nee, nee! Oh! Jordi! Dit wordt een kort potje zo. Nee! Mijn nummer 2! Oh, Bardo. Oh, wauw. Wow, dat was een hele mooie. Dat was gewoon eventjes een frontal attack. Nee, blijf van die bal af! Ah, kom op, we gaan voor de full frontal attack hier zo. Veilig lopen, zo. Nummer 2, leer schieten, verdomme! Leer lopen! Nee! Oh, hij gaat keepen. Hij gaat keepen. Oh, mijn nummer 2 is keeper. Maar ik heb tenminste een keeper. Wat heb jij? Wat heb jij? Ja, ik kaart op tafel, Bardo. Kaart op tafel. Oh, Jordi, die was holy crap. Ho. Ja! Nee! Hij loopt vast bij mij! Nee, ik loop vast! Alles ligt eruit, Jordi. Wat? Doet alles er bij jou nog of is het eruit? Nee. Wat is er aan de hand, Bardo? Bardo, wat is er aan de hand? Ben je er nog? Ja, dat kan ook gebeuren natuurlijk. Dus wat gebeurde er bij jou? Oh, je neemt nog wel op. Ja, ik ben daar weer. Oké, hallo. Hallo. Bij mij brak ook de pleuris los. Oh, bij jou is die ook echt in één keer weg? Zullen we anders nog 1 potje doen tegen elkaar? Ja, gewoon even rustig aan, even een potje tegen elkaar. Vind ik mooi, vind ik mooi. Bardo Ellens doe ik nu als naam, dan weet je ook Bardo. Ja, Bardo, oké. Bardo, create a room, Bardo Ellens' room. Dat is join Bardo als wachtwoord. Maximum spelers 10. Ja, link. Clip to copy, copy to clipboard, sorry. Hoppatee, doen we gewoon even. Close, nou Jordi. Wat was wachtwoord? Homo? Nee, join Bardo. Join Bardo. Zonder hoofdletters neem ik aan. Ja, gewoon join Bardo. Doe ik gewoon eventjes. Hoppatee. Gouden gozer. Albert Verlinde, jazeker. En ja, deze gouden gozer, het gaat gewoon even knallen. Ja, dat doet Albert wel elke avond hoor. Oh. Nee, die was zielig. Die ging echt heel langzaam naar binnen. Dat was echt... Zeg maar net zoals ik mijn kleine kinderen doe, heel langzaam naar binnen, zeg maar. Jordi. Oh, jeetje toch. Oh, Jordi, dat zeg je toch niet? Ja, maar ja, dat doe ik toch wel. 2-0, Jordi. Ik ben meer gefocust op het commentaar, Bardo. Heb je dat al... Jij gaat voor de kwaliteit. Ik ga voor de kwaliteit commentaar, niet voor de kwaliteit gameplay. Er zit een heel groot verschil in. Bardo L. Nou. Wat is dat? Is dat je echte naam, Bardo L? Of ben jij tenminste familie van Benno L? Hè? We zijn nog een halve minuut bezig. Ja, bij jou staat er trouwens, bij jou staat er Bardo L. Ik zeg het je, familie van Benno L. Mooi man. Wat gaat hij doen, wat gaat hij doen, wat gaat hij doen? Spannend, spannend, spannende wedstrijd, spannende wedstrijd. Oh, cirkel des doodformatie. Oh, oh. Jordi, stop, niet schieten, want als je goed kijkt is de pokebal. Het midden is een pokebal. Ik zie het. Kies jij maar hoe je de pokebal openmaakt. Mij maakt het niet uit. Ik van boven natuurlijk. Bam. Heeft dat geluk? Heeft dat geluk? Nee, natuurlijk heeft dat geen geluk. Moet wel zeggen, Jordi, wat jij doet noemen ze in de sport onsportief. Tijdrekken. Nee, helemaal niet. Jij zegt kijk naar de pokebal. Mensen uit je leidt me af. Je loopt mensen te kicken uit mijn team. Vind ik ook enorm onsportief. Oh ja, nu heb ik het weer gedaan. Ja, tuurlijk. Wat verwacht je dan? Jij kikt die mensen uit mijn team. Jij denkt, oh, anders kan die winnen. Ik ga even snel wat mensen uit zijn team kicken. Oneerlijk. 4-0 omdat je een lul bent. Nog 1 doelpunt te gaan en dan hebben we afgerond binnen een minuut deze wedstrijd. Dit is naar. Waarom kan dit op een gegeven moment? Waarom kan dit? Hoe kan dit? En het is nog niet over. Bardo, ik ga die beker terugpakken. Als jij nu wint, pak ik die beker terug. Ik doe het gewoon hoor. Ik pak al die medailles en bekers pak ik van je af. En ik ga erop zitten. Oh Jordi toch. Oh. Dat is een jeugddrama van mij. Ik heb vroeger nooit een medaille of beker gewonnen. Oh Jordi, ik wil deze pot afronden. Mij boeit het niet hoeveel jij hebt gewonnen of niet. 5-0 is niet... Nee! Nee! Leave Britney alone. Ja. Laat me ballen alleen. Nee. 5-0 in 1,5 minuut. Jordi, je bent geowned. Laat me ballen alleen alsjeblieft, Bardo. Ik wil even alleen zijn met mijn ballen. Oh. Oké, Jordi, weet je wat? Ja, zeg het eens. Jij hebt vorige aflevering gewonnen. Ik vind dat ik deze aflevering motherfucking hard heb gewonnen, nu. Dus dan moeten we nog 1 episode doen om... Ja, dan komt de volgende episode, nemen we hier nou op. Maar dan hoeven de kijkers niet te weten of... Oh nee, niet erdoorheen. Ook totaal niet erdoorheen zeggen of zo. Maar wacht, we kunnen vragen aan alle kijkers die dit nu zien of hun dit niet door willen vertellen, zodat niemand het weet. Oké, wat dan? Nou, anders weet iedereen dat wij dit achter elkaar opnemen. Dat staat zo lullig. Dus kijkers, niet doorvertellen dat we dit achter elkaar opnemen. Oh ja, oké. Niet vertellen, jongens. Ik denk dat dit wel gaat werken. Zo slim zijn ze niet. Godverdomme, Jordi. Rotte boelberg is af, jij. Oké, dus vonden jullie deze video leuk? Dan een groen duimpje. Willen jullie meer abonneren? Zie jullie de volgende keer. En als jullie natuurlijk meer Haxball willen, vergeet dan vooral niet te zeggen dat wij weer Haxball moeten spelen. En zoals altijd, tot dan en houdoe, bitches. Later.